80 kop. Amai! Dag moeder! Dag moeder! Ja. Dag iedereen, welkom bij Dag Moeder, de WK-show waar we door de voetbalactualiteit gaan. Dat doen we op onze eigen manier en ook onze rode duivels kijken. Dankjewel, Simon Mignolet. Onze gasten, welkom. Gunther de Spion. Hoi. Shauni, 12e vrouw. Ja. En Matthias natuurlijk, de tacticus. Als we winnen tegen Brazilië, dan gaat het land op zijn kop staan. Zoals in 86, toen België vierde werd op het WK in Mexico. En we zien het hier, de mensen gingen loco. Het was geschift en er vloepte af en toe al een keer iets uit. Prachtig koppel. Voilà, en dan inderdaad die politieagent, die geniet ook. Dat gaat een aardbeving zijn. Hè? En hoeveel op een schaal van de Richter dan? 718. Nu, voor we naar de match tegen Brazilië gaan, gaan we even terug naar 2002, het WK. We spelen daar ook tegen Brazilië, en op het WK in Japan en Zuid-Korea. En dan gebeurt het, hè. Mark Wilmots. Schande. Prendergast haalde het in zijn hoofd om een perfect legale goal af te keuren. En het daarom hebben we nu de VAR ingezet, zodat die goal toch nog goedgekeurd wordt. Als we willen winnen tegen Brazilië, dan hebben we wel één iemand nodig, tacticus, en jij weet wie. Als we naar de vorige match kijken, is er maar één man, hè. Dat is Fellaini. Fellaini, ja, Marouane is zo kobbalsterk, hij is zo krachtig. Zit de kracht in zijn haar? Waarschijnlijk wel, een beetje zoals bij Samson. Maar zeg, hè. Is iedereen even lief als Samson voor Fellaini? Nee, hij wordt soms uitgelachen, zeker met zijn haar. In 2016 dan kleurde hij zijn krullen ook nog eens blond. En toen werd hij toch wel redelijk hard aangepakt. Je moet maar eens luisteren wat Johan Boskamp er toen over te zeggen had. Het achterlijke haar van hem. En het blijft niet bij externe partijen. Het is ook binnen de groep, binnen de ploeg gewoon, dat hij keihard werd gepest. Je moet maar eens kijken naar drie spelers die hier getuigen over dat nieuwe kapsel. Hoe is Chambray een beetje op, hè? Ja, zeker. Nee, het is nog vrij rustig gebleven, maar we zijn nog maar juist samen, dus dat kan allemaal gebeuren. Ik denk dat er veel mensen die dat hebben gezegd. Er zijn veel mensen die dat hebben. Die drie zijn er niet meer bij. Op een of andere manier word je dus, als je kritiek uit op Fellaini, aan de kant geschoven. Don't mess with Fellaini. Als we allemaal achter Fellaini staan, dan gaat hij ons gewoon naar de wereldtitel koppen. Wow. Hoe precies? Wow. Met de mond open. Wow. Fellaini is iemand die er wel altijd stevig in vliegt. Nu, Neymar, die gaat al van een vlieg vallen. Spion Gunther. Ja, inderdaad. We hebben in de vorige match nog gezien hoe hij daar tegen de grond ging. We hebben ontdekt waarom hij dat doet. De voorbije vier jaar, heel opmerkelijk, is Neymar elke keer op 11 maart ofwel geblesseerd ofwel geschorst geweest. En wat is die datum? Dat is de verjaardag van zijn zusje. En dan wil hij absoluut in Brazilië zijn om die verjaardag met haar te kunnen vieren. Ze hebben een hele nauwe band met elkaar. Ja, een heel speciale band. Zeg maar een armband. Ze hebben dus inderdaad elkaars gezicht op hun arm getatoeëerd. En dat vind ik toch wel een beetje creepy. Nu, we spelen tegen Brazilië. En wat verwacht je dan van Neymar? Gaat hij terug rollenbollen? Niet met zijn zus, maar op het veld? Ik denk het wel, want wat is er een paar dagen geleden gebeurd? Toen Neymar een doelpunt maakte, is zijn zus, die in de tribune zat, zwaar gewond geraakt. Neymar die was heel bezorgd. En dat is de reden waarom we hem hier na de match zo zagen wenen. Omdat hij besefte wat er al gebeurd was met zijn zusje. En hij wil gewoon naar huis. Hij wil voor zijn zusje gaan zorgen in Brazilië. Dat is heel duidelijk. Dus de Rode Duivels zouden hem een groot plezier doen door hem ofwel van het veld te shotten, ofwel gewoon te winnen van Brazilië. Hè? Of gewoon een keer te blazen. Hè? Dat is meestal genoeg bij hem. De match moet gespeeld worden, maar 12 de vrouwen gaan altijd blij zijn. Deze week heeft Engeland gewonnen, hè, tegen Colombia. En nu is het ideale scenario, zie het voor u. België, Engeland in de finale. Want wat er gebeurt, super content zijn. Als België wint, is die aardbeving. Hè. Heel de wereld wordt zot. Alle wij toch vooral. En als Engeland wint, bestaat er een kans dat Channing Tatum live stript op Facebook. Channing wie? Allee, wie? Channing wie? Magic Mike. Magic Mike, dus hij kan er wat van, hè. Hij kan wat van strippen, hè. En er circuleert nu een foto rond waar dat op staat: If England win the World Cup, then I will strip live on Facebook. We gaan ervan uit dat dat echt waar is. Dus, België wint, Fiesta del Sol. Engeland wint, Channing Tatum in zijn puur. Een droomfinale voor ieder wat wils. Voilà, fantastisch einde. Gasten, bedankt. En tot hopelijk een volgende keer. Bedankt jullie. Ja. See me there. Did you? Welkom, Orakel. Ik had je niet gezien, inderdaad. Wel, ik kom vertellen dat België het wereldkampioenschap gaat winnen. Want als het penalties worden, dan wint België sowieso. Want we hebben nog maar één keer penalties getrapt. En toen zijn we gewonnen. Dat was in Mexico, 86. Mexico, dankjewel, Orakel. Dankjewel voor je aanwezigheid. Ook jullie aanwezigheid. Fantastisch, bedankt. En tot ziens. Dag, moeder.